blah, blah, blah. De cabarettempel van Nederland, de Kleine Comedie, bestaat dit jaar 225 jaar. En dat wordt gevierd met een grote verbouwing en een feestelijke heropening. Ja, de geschiedenis van theater die begint 225 jaar geleden. En het is begonnen destijds als Théâtre Français sur l'Artemarkt, een Franstalig theater. Maar het theater is veel veranderd. Het werd een Schotse zendelingenkerk. De Vrije Universiteit gaf hier colleges en in de Tweede Wereldoorlog was het slechts een fietsenstalling. Wat ik zelf leuk vind is te weten dat het theater in de loop der jaren bezocht is door Napoleon Bonaparte. Maar ook Beatrix is hier geweest met pruik en bril. In de 50er jaren is het begonnen met ook cabaretachtige voorstellingen zoals wij ze kennen. Wim Kan, Wim Sonneveld en vooral natuurlijk Toon Hermans toen. En Wim Kan vond het hier vreselijk. We hebben dagboeken gevonden van hem waarin hij schreef: dan moet ik weer naar die vreselijke komedie en naar dat burgerlijke publiek en ze begrijpen helemaal niet wat ik doe. Terwijl Toon Hermans daarentegen, die kwam hier graag. Dat is de geschiedenis heel erg in het kort. Maar wie speelt hier nu eigenlijk? Het zijn mensen die vragen en geen antwoorden geven. Het zijn mensen die als je de zaal uitgaat, als het goed is, voorstellingen hebben gemaakt waar je nog even over nadenkt. En niet puur alleen maar gericht zijn op het amusement. Wat betekent het theater eigenlijk voor de cabaretiers zelf? Nou ja, we kennen de Kleine Comedie eigenlijk helemaal niet. Nee, we wisten helemaal niet wat het was. Want wij komen uit Rotterdam en iedereen zei tegen ons: ja, dat is de cabaret-tempel van Nederland. Maar dat wisten wij niet, dus we waren er vrij laconiek over. Ons ding, Levens en mijn ding, was ook niet in Carré komen of niet heel succesvol worden, maar ooit in ons leven in de Kleine Comedie staan. Dat is het toch waar je naartoe werkt of zo, in je... als je aan het optreden bent en je speellijst, dan werk je toch toe naar een Kleine Comedie op een of andere manier. Ik fiets er altijd al langs en het mooie is natuurlijk dat je altijd heel duidelijk kan zien wie er speelt. Dus dan had ik wel een soort fantasieën dat dan mijn naam daar ook zou staan. En toen dat inderdaad ook gebeurde, heb ik daar ook echt gênant veel foto's van gemaakt. Je kan veel beter in, weet ik veel wat, in Eibergen of in Goes staan, want dan zijn ze echt blij dat je komt. En het publiek in Amsterdam denkt van oké, je bent er en we hebben een kaartje gekocht en laat nu maar zien wat je kan. Dus in die zin is het helemaal niet de makkelijkste zaal, maar als het werkt, ja, dan is het ook heerlijk spelen. Ik ben heel erg blij dat Kleine Comedie een van de laatste optredens is in mijn tournee. Want als je gewoon na Kleine Comedie naar Oost-Hollandam moet, dan ga je wel een beetje met tegenzin. Dat je denkt, ja, had gewoon komen kijken in Kleine Comedie. De Kleine Comedie is vanaf deze week weer geopend voor het beste cabaret van Nederland.